Kun je vertellen, waarom ben je bij de marine gaan werken? Ja, allereerst om de uitdagende functie. Je bent veel op reis, je komt in veel landen, je bent met veel mensen in de weer. Buitenlandse mensen, Nederlandse mensen. En daarbij komt dat ik familie bij de marine heb zitten. En die hebben mij eigenlijk laten zien hoe het is bij de marine. En daardoor ben ik zelf ook bij de marine gekomen. Juist voor dit dienstvak gekozen? Magazijnbeheerder. Omdat je continu bezig bent met mensen. Mensen komen naar je toe, je staat veel in contact. En het is een dienstverlenend bedrijf en dat is het meeste wat mij ligt. Kun je even mijn fiets even pakken en die hier neerzetten? Ja, is goed. Komt wel. Heb je normale werktijden? Binnen licht is het van 8 tot 5 ongeveer. En op zee werken wij continu. Als jullie op zee zijn, hoe lang ben je dan weg? Ja, dat verschilt. Dat kan van een dag zijn, hier op de Noordzee. Tot een half jaar in principe. Oké, dus een half jaar is best lang. Mis je dan niet je familie en vrienden wel? Ja, een half jaar is inderdaad lang. Voor het thuisgrond duurt het wel langer dan dat de mensen aan boord weg zijn. Dat komt omdat je alleen maar bezig bent. En wat nou als je op zee bent en je wilt even alleen zijn? Gewoon even je terugtrekken. Wat doe je dan? Nou, de enige privé dat je aan boord hebt, dat is in principe achter je gordijntje in je bedje. Mm-hmm. Dat is in principe het enige privé wat je hebt. Nou heb ik de mazzel dat ik een eigen kantoortje heb aan boord, dus daar kan ik me ook terugtrekken. We hebben net gezien wat je hier aan wal doet. Dan verzorg je dat alles aan boord komt wat bevoorraad moet worden. Maar wat doe je als je op zee bent? Als ik op zee ben, dan doe ik in principe hetzelfde. Hetzelfde werk, alleen gaat het dan met berichten. Dus dat wil zeggen dat het over een netwerk gaat. En mijn aanvragen, de spullen die de mensen aan boord willen hebben, die gooi ik dan over een bericht naar de wal toe. Zodat de mensen hier op de wal het bericht binnenkrijgen en een verdere actie kunnen ondernemen. En als je nou aan boord zit en je wil s'avonds even een biertje drinken, gebeurt dat? Nee. Dat is vrije tijd? Nee. Okay. Nee, we mogen op zee mogen wij geen bier drinken. Mm-hmm. Binnenliggend uiteraard wel. Mm-hmm. Op zee doen we dat niet in verband met de veiligheid. Want we hebben een eigen brandpiket aan boord, een brandweerploeg. In de buitenlandse haven daarentegen kan je wel gewoon een biertje drinken. Doe je veel samen met collega's aan boord? Ja. Zou je dat sowieso doen? Ja. Maar als je binnenliggend bent, ga je vaak wat afspreken? Of, Ja, we hebben voor de gezelligheid aan boord te houden, hebben we af en toe eens een keer een uitje met de hele bemanning. En alle mogelijkheden zijn bij de marine.